Als je vandaag een glas alcohol drinkt, dan kan je dat 30 dagen later nog steeds terugvinden in je bloed. Tot die conclusie kwamen toxicologen van de faculteit farmaceutische wetenschappen van de UGent. Ze ontwikkelden een revolutionaire alcoholtest die een bepaalde stof in het bloed opspoort die zich pas ontwikkelt in het lichaam nadat we alcohol hebben gedronken. De test maakt gebruik van een zogenaamde directe alcoholmerker. De naam daarvan is fosfatidylethanol. Dat klinkt heel moeilijk, maar eigenlijk is dat iets dat in het lichaam wordt gevormd elke keer wanneer we alcohol drinken. Dus telkens we alcohol drinken, wordt er een beetje meer van die stof gevormd. En telkens we niet drinken, verdwijnt die stof geleidelijk aan. Die stof zit eigenlijk in de membraan, de buitenkant van de rode bloedcellen. En op die manier blijft die langer aanwezig dan alcohol zelf. En kunnen we eigenlijk op die manier op langere termijn, spreken over weken tot een maand, eigenlijk die stof gaan opsporen in het bloed. De toxicologen van de UGent ontwikkelden de nieuwe alcoholtest dankzij Tournee Mineral, de jaarlijkse actie in februari, waarbij een grote groep mensen de hele maand lang geen alcohol drinken. De wetenschappers volgden in 2019 700 deelnemers aan Tournee Mineral. We hebben daar bepalingen op gedaan en op die manier konden we eigenlijk letterlijk in kaart brengen hoe die daling van die alcoholmerker verliep. En dat is eigenlijk hetgeen dat hier op het beeld wordt weergegeven, waarbij dat we hier een startsituatie zien. En dat zijn hier de datapunten van Tournee Mineral. We kunnen zien dat doorheen de tijd die alcoholmerker gaat dalen. En de grote sterkte van die studie, die nu recent gepubliceerd is, is dat we eigenlijk op een heel betrouwbare manier kunnen voorspellen waar die alcoholmerker zich zal bevinden. Als we bijvoorbeeld een bepaling nu uitvoeren, kunnen we voorspellen waar dat die merker zich zal bevinden over 4 weken. En op die manier stellen we ook mensen in staat van aan te tonen dat ze bijvoorbeeld niet drinken. En dat bewijs kan wel eens belangrijk zijn voor automobilisten van wie het rijbewijs werd ingetrokken na een positieve alcoholtest. Ze krijgen hun rijbewijs pas terug als ze kunnen bewijzen dat ze niet meer drinken. En dankzij deze nieuwe alcoholtest kan dat glaasje bier van vandaag een maand later nog in je bloed opgespoord worden. Maar ook in de medische wereld is de alcoholtest van de UGent een handig hulpmiddel. Ik denk bijvoorbeeld in een klinische context hebben we die bepaling ook al uitgevoerd bij transplantatiepatiënten. Ik denk dan aan harttransplantatie, levertransplantatiepatiënten, waarvan dat ook belangrijk is dat die aantonen dat ze niet meer drinken, omwille van het feit dat bij een aantal van die patiënten er ook een drinkproblematiek aanwezig was.